Het is de week van de Circular Economy en namens RVO en Holland Circular Hotspot heet ik u van allen hartelijk welkom op ons event Grenzeloos Circulair. Mijn naam is Freek van Eyck, ik ben de directeur van Holland Circular Hotspot en natuurlijk heel erg trots om dit te mogen modereren. We hebben een fantastisch team hier dat een heel mooi programma voor jullie heeft opgesteld, waarin de kansen van ondernemers centraal staan in Europa, maar ook specifiek in België, Duitsland en Frankrijk. Wie zijn jullie? Nou, we hebben ongeveer 150 aanmeldingen voor dit event, zelfs meer dan 150, waarin het bedrijfsleven behoorlijk dominant ook terugkomt. Ik wou de Diana vragen om de volgende slides te bedienen. Ik ben niet alleen heel erg trotse moderator, maar ook een hele strenge moderator. Dus ik wil jullie nog even door de huisregels leiden. Nou, het spreekt voor zich dat ik jullie ga vragen om de achtergrondgeluiden zoveel mogelijk te beperken. Zodra ze zichtbaar zijn, neem de huisregels even over. Voor mij zijn ze namelijk nog niet zichtbaar. Belangrijkste dingen die ik met jullie wil delen, volgende slide graag, is dat deze sessie wordt opgenomen. Houd er rekening mee. Zet uw geluid uit. Wees discreet. De taal van dit webinar is overwegend in het Nederlands, maar daar waar we buitenlandse gasten hebben, en voor de sessies voor Frankrijk en Duitsland zal de taal Engels zijn. So for our foreign guests, while the language will be predominantly in Dutch, it's the Dutch week of the circular economy, addressing Dutch entrepreneurs. We will keep the language as Dutch, but where the sessions will be with English speakers, we will turn to English, and the same goes for the session on France and Germany. So, terug naar het Nederlands. Jullie kunnen op het volgende slide op het programma zien dat we een heel mooi programma hebben. We zitten natuurlijk in COVID-19 tijd achter onze computer. Ik kan hem zien. We zijn overal begonnen met de inentingen. En de inentingen geven ons hoop voor de toekomst. De toekomst waarin de circular economy eigenlijk centraal staat. En waarin Nederland over de grenzen heen zal moeten samenwerken met haar buren. En zo businesskansen grijpt en ook bijdraagt aan de maatschappelijke doelen. How can we build back better? Nou, we hebben drie keynote speakers, Tjerk, Ladeja en Thijs, waarin bij hun staan de kansen in Europa centraal. En er is ook een testimonial van een heel innovatief bedrijf. Ik stel ze zo nader in detail aan u voor. U krijgt ook de allerlaatste informatie over Europese programma's. En die zijn indrukwekkend in omvang en de aandacht voor circular economy. We gaan afsluiten met deep dives over België, Duitsland en Frankrijk, die ik ook later weer nader zal toelichten. Een volgende slide graag. Misschien heel kort even iets over onszelf, over Holland Circular Hotspot en partner RVO en de doelen van de samenwerking die we samen hebben. We geloven echt dat de toekomst circulair is en dat Nederland een voorloper is in de wereld en dat de best practices en geleerde lessen inspiratie kunnen zijn voor de wereld. We zien dat overal in de wereld, echt in letterlijk elke sector, van het begin van de keten naar het eind van de keten, de talrijke circular economy kansen zijn. En we proberen die te versnellen door partijen bij elkaar te brengen. En door aan circular economy te werken, werken we natuurlijk aan de maatschappelijke doelen. Slide. Nou, we hebben echt een uniek netwerk van, laten we zeggen, circulaire partners in het land. We hebben today, especially today, we have brought together a unique network of circular economy hotspots. I'm thinking about the partners in the European Circular Economy Stakeholder Platform. I'm thinking about Circular Change from Slovenia, Vlaanderen Circulair, INEC from France, and also the next organizer of the Circular Economy Hotspot in North Rhine-Westphalia. These are all coalitions of the willing, and these are powerful network brokers, as we call us. We werken als HCH ook heel nauw samen met agentschappen, ministeries en ambassades. Vorig jaar hebben we denk ik iets van 60 landen kunnen bedienen. Aarzel niet vandaag om veel vragen te zijn, actief te zijn in de chat. Volgende vraag, volgende slide graag. We delen ook de kennis en inzichten van kennisinstituten. De facts and figures, de MOOCs. We maken thematische rapporten over circular cities, circular economy en SDG's. Maar ook rapporten over landen bijvoorbeeld. Ghana, Nigeria. Volgende week is er een sessie over
afvalkansen in Latijns-Amerika, 8 landen. En we zijn bezig ook met specials, bijvoorbeeld over textiel. Hier zie je het rapport wat mede door RWO is opgesteld over textiel en overgedragen aan Stientje van Veldhoven. Nou, volgende slide. Het mooiste is natuurlijk altijd geleende autoriteit. En deze komt van onze prime minister afgelopen maandag. Hij zet Circular Economy, zet Nederland op de kaart. Nederland is niet alleen het land van water en dijken, maar ook van Circular Economy. Nou, dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke leuk. Volgende slide graag. Want dat is namelijk de kans om de volgende spreker te introduceren. Nou, je kan op de foto al zien dat de energie er afspreekt. Hij is de directeur internationaal van RVO. En ik wil hem echt bedanken voor de enorm prettige samenwerking die wij hebben met RVO. Het is uniek. In de hele wereld kijkt men daar jaloers naar om. Publiek en privaat die vol energie samenwerken aan de internationalisatie van circular economy. Tjerk Opmeer, die zal de context scheppen voor dit grenzeloos circulair event. Tjerk, the floor is yours. Ja, Freek, dankjewel. En interessant te zien om mijzelf met zo'n glas enthousiast het Enterprise Europe netwerk bijeenkomst te zien openen tijdens de innovatie estafette van inmiddels enkele jaren geleden. Heel erg dank en ontzettend leuk en ook bijzonder om hier te mogen zijn. Zeker ook gezien het feit dat vandaag toch een beetje een Europese dag is. We hadden vanmorgen de jaardag Europa binnen RVO met een heleboel deelnemers om ook te kijken welke kansen er in Europa liggen voor Nederlandse ondernemers en hoe we daar op een betere manier op kunnen inspelen. Dus het is heel mooi om ook deze setting hier terug te zien. Zeker gezien ook het thema van de circulaire week en de opening van dit seminar Grenzeloos Circulair. En ik denk dat als je kijkt naar, Freek, wat jij net ook al aangeeft, naar de huidige stand van zaken, zitten we op een misschien toch wel uniek momentum na de COVID-crisis, waarin het toch heel duidelijk is dat we opnieuw moeten gaan kijken naar hoe de wereld en de economie er straks uit gaat zien. En dat is ook eigenlijk het moment waarop Build Back Better nog beter kan gaan worden. En ook als je kijkt naar de herstelfondsen, dat die ook enorm veel kansen bieden om op circulair grote stappen te zetten. En ook als je kijkt naar de Green Deal, daar liggen natuurlijk enorm veel mogelijkheden om uiteindelijk als ondernemers ook veel meer te doen. En op het circulaire gebied zien we daar natuurlijk ook enorme mogelijkheden. Het is vandaar dat het ook denk ik goed is dat het programma vandaag een hele mooie introductie biedt op die kansen op het Europese vlak, met de buurlanden, wat voor voorbeelden er allemaal zijn. En daar waar we als RVO natuurlijk ook samen met jullie van Circular Hotspot een bijdrage kunnen leveren en mensen ook goed kunnen helpen. Er zijn vandaag ook collega's aanwezig die in de verschillende sessies ook kunnen meedenken over wat verandert er nou in de verschillende programma's, hoe kan je daarop inspelen en wat is daar ook voor nodig. Als je kijkt naar die landen, uiteindelijk, en dat zie je zowel op het gebied van de economie, onze grootste handelspartners, landen waar we mee samenwerken, zijn onze buurlanden, ondanks dat we natuurlijk heel veel focus hebben ook op regio's verder weg. Maar de grote kansen liggen natuurlijk toch ook in onze buurlanden, Frankrijk, Duitsland, VK, België. Dus ik denk dat het ook heel goed is om vandaag inderdaad 3 van de landen daaruit te pikken. En daar ook echt te kijken van hoe kan je juist ook op het circulaire vlak daarin de stappen zetten. En ik vind het ook heel mooi, zeker ik zag ook net in het programma direct de volgende keynote speaker Ladeia Godina-Kozier. De CEO van Circular Change en voorzitter van het Europese Circulaire Economy Stakeholder Platform. En daarmee denk ik ook dat die hele brede context op een goede manier kan worden vormgegeven. En ik kijk ook uit naar haar speech om te kijken hoe we daar ook van kunnen leren. En wat ik denk ook, nogmaals, de circulaire economie en de ontwikkelingen daarin, die staan centraal ook wat we in Europa willen bereiken. En dat is natuurlijk ook vaak een zaak van lange adem. Ik vond het wel interessant, ik kreeg net een berichtje via Twitter of LinkedIn, zag ik hem langskomen naar aanleiding van de aankondiging in Nederland dat er voor de blikjes statiegeld gaat worden geheven, ergens in de komende periode. Ik weet niet precies hoeveel jaar dat nog gaat duren. Maar die merkte op dat het inmiddels zo'n 20 jaar geleden was dat daar de eerste stappen voor gezet werden, de aanvragen en de behoefte werd neergezet.
Dus soms zijn dingen ook wel heel erg van lange adem. Dus ik hoop dat we met de activiteiten waar wij en met name ook jullie mee bezig zijn, dat het ook allemaal sneller kan. Maar je ziet dus dat uiteindelijk toch ook de rol van de overheid daar een belangrijke is. En dat zag je natuurlijk ook vorige week tijdens de Climate Adaptation Summit, die we als Nederland hosten. Dat er ook enorm veel nieuwe drive zit om ook echt stappen voorwaarts te gaan zetten. En ik denk dat het ook heel mooi is. John Kerry was daar ook aanwezig, die ook namens de Verenigde Staten toch ook de VS weer op het duurzame pad aankondigde in de wereld. En ik denk dat dat echt heel hard nodig is, dat we op die manier ook met elkaar die partnering kunnen krijgen. Ja, als je nu kijkt naar hoe we daarmee omgaan, denk ik zo'n circulaire week superbelangrijk om met elkaar echt te verkennen hoe je concreet invulling kan gaan geven aan de verschillende stappen. Heel mooi, Freek, om te zien hoe we daar ook samen met jullie in kunnen samenwerken. Nou, we hadden het net al over, we kwamen elkaar tegen tijdens een sessie van een handelsmissie, waarin heel concreet ook met ondernemers gekeken wordt van hoe kunnen we daarin helpen en ook de circulaire economie en de kansen daarin in verder brengen. Dus ik denk dat het een unieke mogelijkheid ook nu is vandaag om met elkaar daarover over verder in gesprek te gaan. Ik denk dat ik het hierbij ga laten, want voor mij hebben jullie heel veel mooie dingen te doen en zou het anders zonde van jullie kostbare tijd zijn om nog langer naar mij te luisteren. Freek, weer terug naar jou. Dankjewel, Tjerk. Ja, toch nog een klein follow-up vraagje waarbij ik even de actualiteit erbij haal. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Er zijn recentelijk namelijk twee rapporten verschenen. Eentje van Circle Economy en eentje van het Planbureau voor de Leefomgeving over Circle Economy. En ja, wij zijn natuurlijk believers zoals we aan elkaar zitten, maar ja, ook zeker het PBL-rapport geeft aan dat er nog heel veel lineaire activiteit is, dat we best nog wel een lange weg te lopen hebben. Wat waren jouw gedachten toen je dit las? Ja, dank je. Ja, een beetje aanhakend op eigenlijk het punt wat ik net maakte over de blikjes. Die lange adem. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we over maatregelen die we nu nodig hebben, dat we er nog eens 20 jaar over gaan doen. Ja, dus in die zin, de reactie van het PBL om toch veel dwingender maatregelen eigenlijk te vereisen. Ja, of dwingende instrumenten. Ik denk dat misschien toch wel nodig is. Je ziet natuurlijk heel erg dat op veel vlakken, pas op het moment als er wetgeving is, of in ieder geval op een andere manier iets wordt afgedwongen, dat er dan ook echt beweging gaat komen. En ik vind het is altijd een ingewikkelde balans. Je ziet natuurlijk toch vaak van, uiteindelijk als de overheid dingen gaat neerzetten, is dat niet per se op de beste manier. Maar ik denk dat het wel een noodzaak is om op een gegeven moment te kijken van, hoe ga je dingen toch afdwingen. Dus ja, dat was mijn gevoel wel daarbij om toch te denken van, dat zou misschien wel moeten. Of ik daar zelf over ga, gelukkig niet, want het is natuurlijk een veel ingewikkelder vraagstuk. Maar dat was in ieder geval het eerste wat ik bedacht toen ik het las. Ja, dankjewel, Jack. En om daarop een beetje in te schieten, ik deel denk ik je mening. Als je het aan bedrijven overlaten, krijg je waarschijnlijk 5% incrementele verbetering. Dat is goed natuurlijk, maar we zitten eerder aan de orde grootte van 50 tot 100% die we nodig hebben. En dan moet je als overheid toch wat meer richting geven en randvoorwaarden stellen. En ja, de first movers have the biggest opportunities. Dus ik denk dat het echt een kans is. Dat zie je voor mij ook een beetje als je kijkt naar het andere rapport, de Circularity Gap. Er is natuurlijk zo'n enorme weg nog te gaan. En we zijn op de goede weg, maar het pad, en zeker als je kijkt naar de ambitie die we met elkaar gesteld hebben, dan is het nog wel een hele lange weg te gaan. En als je kijkt ook naar wat er nodig is, zeker ook de drie elementen op het gebied van mobiliteit, huisvesting, voedsel. Ja, weet je, als je daar echt stappen wil zetten, dan zou je toch echt nog wel behoorlijk ver moeten gaan. En dat gaat soms ook wel pijn doen. Dus ik denk dat we dat met elkaar ook moeten realiseren. Als we het klimaat willen redden, om het maar eventjes heel, heel plat te zeggen, dan gaat dat pijn doen. Bij ons, maar ook bij anderen. En dat moeten we denk ik op een goede manier vormgeven. Maar daar hebben we nog een lange weg te gaan. Misschien dat onze pragmatische Nederlandse instelling, learning by doing, hier waarvan te hulp kan komen. Het was, dacht ik, Mandela die zei van, you have to walk that road, you either win or you learn. You don't lose. You win or you learn. Ja. Dat was een mooi, zoals hij heel vaak hele mooie uitspraken had. Dankjewel, Freek. Dankjewel, Jack.
I switched to English because our next guest is one of my favorite circular economy leaders in Europe. She brings people together and she brings a circular spark and she really inspires me. She is the founder of our sister organization, Circular Change, but she is also chairing the coordination group of the European Circular Economy Stakeholder Platform. So please put your chair a little bit closer to the screen and pay attention to Ladeia. Ladeia, the floor is yours. Thank you very much, Rick, for this great introduction. I must say that I'm super happy that we are co-chairing actually the Circular Economy Platform in Brussels. And this is a real proof of true collaboration. And I'm always inspired by you, as well as by your colleagues, and particularly with the Dutch stories on circular economy. So I will try to share the screen now. Would it work, you think? Let's see. Oops, no, something is wrong. Can you, it is going, okay. Otherwise, we show your presentation. Let's see, just one more try. Oops, I have to be more patient. Okay, can you see the presentation now or not? Not yet. Not, okay, then I suggest that we do not invest too much time into that, and you can use the slides if you don't mind. Yes, we will do so. Okay, thank you so much. You see, that is the problem when we are not together. I miss that so much. Okay, I have to switch this once again. Okay, good. Now we see it. Yes, is it right? Okay, so I will focus a little bit on the importance of circular economy on the European perspective and open the floor for the discussion further on. So next slide, please. As I said before, once upon a time, I fell in love with circular economy. And I know very well when it happened. It was in Netherlands, in Rotterdam, during your European presidency. In 2015, at the event where a circular hotspot has been introduced. And from there on, I can say that the will of life for me has changed. At that time, I have established Circular Change. And as you can see, the next milestone of our collaboration was back in June when we signed a kind of paper of collaboration between different hotspots. So next, please. From there on, I'm very much in the topic and working. Of course, I started preaching that first in Slovenia, but then we started to walk the talk, I can say, already around the globe. And now, where do we stand in Europe now? Where are we at this very moment? Next, please. As you have heard already, and I don't have to repeat too much, yes, we have a very good framework, that is the European Green Deal. And I like to use that as really something what is giving us always the opportunity for reflection. So whatever we do, whatever we decide for, is it aligned with the agreement that we practically have here within the European Green Deal? And the European Green Deal is covering so many areas, and it's really, I always say, worth reading it once again and taking a look at that, because it gives us the direction. And now when we are talking about this green recovery and how to build back better, or I prefer even build back circular, as our colleagues in the hotspot, the Nordic hotspot have framed that, we can always find concrete steps in the Green Deal. Next, please. Another important document, of course, is Circular Economy Action Plan. And within the European Circular Economy Stakeholder Platform, we gave the reflection on that paper when it was published. And I think this is already one very good proof of why our European platform with all stakeholders makes sense, and how is it the network of networks, because we went through the document and we were trying to see how it can be implemented in the best way. And what we liked about that was particularly this move from the first document back in 2016 to this one, from just, let's say, focus on recycling, really on design, on innovation, on that, how to think
in circular terms. And we can see that you in Holland have a lot of good examples of this systemic approach, of design thinking, of understanding how the whole value chain has to be transformed in sense to address these goals that are nicely put it here in the Circular Economy Action Plan. Next, please. What I would like to say is also that we have another great, not only document, but tool introduced by Systemic that is offering us a kind of a compass, because you previously mentioned how pragmatic you are, and in other countries around Europe, we lack your pragmatism. And therefore, this document is very supportive because it is showing exactly how the front runners, or let's say the champions of circular transition, can move forward. So, of course, one layer is the systemic approach and what the government can do. But then when we come to the ground, it is crucial what business is doing. And I recommend this document very much. Next, please. From here on, what we have to keep in mind is that this whole situation is not giving us all in the same position. Because on one side, we have companies that are doing even better than they used before COVID crisis, like big companies, Amazon, not to mention, or Facebook and so on. And on the other hand, we have a lot of those who are really struggling. Tourism industry, creative industry as well, then small businesses, and a lot of those who are called blue collars. So when we are addressing the transition now, and if we want to keep the promise we gave in the Green Deal, not to leave anyone behind, we have to keep that in mind, that there are two tracks, like the K-shaped recovery, and the focus should be given particularly on those who were left behind because of the change situation. Next. And what I like about this slide, this is the outcome of the survey made by Ambrosetti House. They interviewed 500 CEOs around Europe to figure out where the circular economy is positioned. Because maybe for you in Holland, it's obvious that circular economy is high on the agenda, but elsewhere it's unfortunately not so. But what was very promising out of this one is that CEOs are recognizing circular economy, something what is making them more competitive. And once the business sector realized that it is not something what you add at the very end, but something what should be embedded in the core of your business strategy, then there is hope. So this is showing exactly that they recognize circular economy as something what is strengthening their position on the market, giving new opportunities, and also lower the risk. And now in these COVID times, it is of crucial importance how your value chains are organized to maintain your business alive with all these challenges that we are facing. Next. Now we are moving to my favorite part. This is the power of networks. And as Professor Kramer nicely put it, there are some people that are called transition brokers. And I believe that Frick and me belong to that group. But let's see what does it mean, actually. Next. We are very used to something what is called public government, so that we rely on that, what the government is doing, how everything is managed top down and so on. So we are familiar with this concept. While on the other hand, next slide, we have another governance that is of crucial importance when we are implementing changes and when we are implementing transition like circular transition is, and this is network governance. So this is something what is emerging all around, but what I like about Professor Kramer is how she framed that and how she explained that nicely in her book, that it is becoming very tangible. Because if you take a look with this, let's say, old perspective, not thinking out of the box a little bit, you wouldn't recognize the power of these networks, but they're emerging everywhere. And circular hotspots are exactly this kind of spots where the network governance is implemented. And the next one where it is implemented, as I said, yes, is also our European platform. And here we come to the transition broker, so to the person who is capable, who has competencies to orchestrate these processes. And maybe not enough attention or value has been given to those people,
because it looks like, oh, it is so playful. It is something what we have in blood. But on the other hand, yes, it's true, but it is needed and it should be positioned rightly, not because of that this person is, should be praised, but because of the processes that should go further on. We have been working on several roadmaps, national roadmaps for circular transition, and we have realized that during the process of road mapping, a lot of stakeholders come together. But once this process is over and the next phase is coming for the implementation, without these transition brokers, it is hard to deliver. Next, please. Now to the network that we mentioned several times, the network of networks. Next, please. As I said, I'm very pleased that with Frick we are co-chairing it, and this is the first time that there are two people in this position, and it is already the proof of this collaboration. And why are we promoting it so strongly? Because under this umbrella, you can really find stakeholders from all around Europe and even more. We don't want to make it as only European, despite the fact that, of course, this is the priority. But circular economy is something where we see how interconnected and interdependent we are all around the globe. So no matter whether you are an entrepreneur or NGO or a governmental person, you can find opportunities for a collaboration under this umbrella. Next, please. And we are inviting you warmly to check what different formats are offering you. One format is, for example, a new one. So these are European circular talks, where we can exchange concepts and ideas, and we can invite representatives from different areas and from European Commission as well, and discuss certain topics. You can check, we've got one on education, another one on construction and so on. And the other important thing are work plans that are under the umbrella of the leadership groups. And with Frick, we are chairing one this year, devoted exactly to that, to the networks, to the processes that are related to road mapping and to the hotspots. So how to keep those networks alive. Next, please. Here are those that are in this year active. So think about that, whether you are more suitable to contribute to cities and regions, or maybe circular procurement, food waste, bioeconomy, construction, textiles, economic incentives. And as I said, the one we are co-chairing is the Network Governance and Circular Economy Hubs. Next. To conclude, what I would like you to think about after this presentation is really to focus on what we can do with what we have, because we are facing that we are waiting for that old normal, but there is no time to think about old normal. Let's co-create the new normal together. And we have all the ingredients for this resilient and thriving future. Network governance and transition brokers, that is something what we should really focus on and see how to use the power we have together and playfully co-create these networks. And to conclude with where I'm coming from, the last slide, please. As it has been said, so circular change, now we are saying that we are circular change for circular chance. The best entry point for your circular economy journey. And we are really connecting the stakeholders and enabling them to find right partners for their challenges and ambitions in the field of circular economy. As I said before, we are working on national roadmaps as well as on the transition of business models. We are working with the cities as well for a circular transition. The last, and here I stop then. I would like to say thank you very much. And I always use quotes. I love quotes. And I choose one that is saying, there comes a point where we need to stop just plugging people out of the river. We need to go upstream and find out why they're falling in. So not about picking and pulling only, but figuring out why certain things are happening. And I believe that jointly we can do that. Thank you. Thank you so much, Lade. As always, you're very inspiring. Thank you for your lessons. Considering time, we want to pick your brain. And we have lots of entrepreneurs in this session, I think over 60 or 70 at this moment, at least. What's your advice? You have an outsider view. When those Dutch companies consider to go over the border, what's your advice for them?
Advice, I don't like advices. I more like sharing experiences. But what I would say is needed now is really to think out of the box and consider where Dutch companies, because what I see is that you are great in collaboration. You really have this in your blood. Every culture is different, but you are really good at that. So when you enter the market, look at that. What can you offer in a way of sharing values and on in a way of how you can help those, let's say, stakeholders there that can contribute to your business to really start a radical collaboration? Because this is so hard. We talk a lot about it, but you're great at doing that. So I would say be brave and be proud of this competence that you definitely have. So they might have more than just their technology. It's also their collaboration. Good to remember that. Thank you so much, Lelia. See you very soon digitally in Europe. Yeah, thank you and all the best. Thank you. So wij gaan door in het Nederlands met ons programma, waarin een unieke onderneming het kans krijgt om het podium te pakken. Het is een bedrijf dat inspeelt op circular economy, op manufacturing en op electronics. Nou, ik mocht 2 jaar geleden bij de opening zijn van een nieuwe plant bij München. En ik was diep onder de indruk. Innovatie, robotics, remanufacturing. Nou, Thijs Jasink zal ons meenemen in het verhaal van zijn onderneming. En hopelijk net zo enthousiast maken als ik was toen ik dat zag. Thijs, the floor is yours. Unmute. I should be unmuted now. Can everybody hear me? Yes, perfect. Right. Frank, thank you very much for this opportunity to speak in front of all of you. Quite correctly, Frank already said that our business is already in the circular economy and the trade of our business is circular. So that makes it for us a little bit easier also to speak about our experiences and how we've developed our business. My name is Thijs Jasink. I am the Chief Operations Officer for the AC Tronics Group, and I'm also the Managing Director for several of our entities throughout Europe. Yes, what I would like to do today is give you a little bit of an insight with the industry that that we are active in. We are active in the automotive industry, and within the automotive industry, quite rightly already in the chat, you can see that there is cars seem to be quite circular already. But I would like to challenge that by our experiences and tell you a little bit more about this. So Diana, if you could start the presentation on the first page. I think she's trying. Ik ben even aan het zoeken, Thijs. Ik dacht even dat jij hem zou zoeken, maar dat geeft niet. Als je hem even een momentje hebt, dan zoek ik hem op. Ja, no problem. Ja, Thijs, misschien kan je alvast wat achtergrond geven over jouw bedrijf, de historie waar jullie zitten, om iedereen een beetje op te warmen. Yeah, that's not a problem. Just to keep it going, that might be clear. It probably will, make my presentation a little bit shorter, but that's okay. The AC Tronics Group was formatted in 2004-5. We started then off as a company who got some experience by previous businesses that we owned. We got some experiences of electronics in cars that would fail. This meant that in the old days it was distributors, engine control units, they failed in cars. And because we had the experience of car electronics, mainly on the Korean and Japanese market, we set up a business called AC Tronics. As you can see here on the slide, on the second slide now that Diana just opened, the formation was in 2004. In 2009, we started up our, between 2004 and 2009, we started up various entities. In 2007, we opened AT3 Group Asia. What we do here is basically we source components that are obsolete in the market. That means parts are either not available, we can either copy them or we have to try and source them from alternative sources. And in 2014, because of the experience we had in the car industry, we started up a company called ID4Motion. And as you can read, we do tailored user interface solutions. And that means we built basically your multimedia and your instrument
instruments within the currency for smaller cars. And for some reason, my slides are moving. Yeah. And because of the demand in 2018, I was proud to, we were proud to open up ALEC. ALEC became basically the link for us to work together and to collaborate with the so-called OEs and the OES. OEs are the original car manufacturers and the OES are the original car suppliers. And you need to think of the likes of Bosch, Siemens, Continental. These are the OES, meaning original equipment suppliers. If we could go to the next slide. The why, like I said, AC Tronics was missing the link with the original car manufacturers. That meant we were always active in the independent aftermarket. So that means the products that we would do would only be delivered out to independent garages, independent dealerships. However, but because the economy become more and more circular, the car industry has moved a little bit more towards the circular car, which meant that they would try to set up their own remanufacturing industries and their own circular cars. And clearly, because of the wealth and the experience that they have, for them it would be quite easy to do so. However, we also said that we as AC Tronics would have to find a way to link ourselves into this industry, and therefore ALEC was formed. ALEC is based in Munich, and as we are all aware of, probably the biggest car concerns are all in the Munich area. That means we have BMW on our doorstep, we have the Volkswagen Audi group on our doorstep, we have Opel on our doorstep. And for us, it made sense to then open up a plant in the middle of Munich. And as you can see the picture here, it's a highly advanced remanufacturing plant. And as you might not guess from the picture, but Freek will tell you this, the floor and the actual ceiling, everything is as white as it is on the picture. So, and that is just for us to give us a clean environment, because in our opinion, the car industry gets more circular, means more clean, and therefore we take a very clean approach in what we do. The next slide, please, Diana. When we came to market and when we see the circular car, the circular industry within our industry, we found out there is three very main important topics why the car manufacturers go into a circular economy. First is the life cycle management. That means when a car is produced, after so many years, certain parts or certain components will become unavailable from an original equipment supplier, and they need an alternative because European law states that for most cars, the parts need to be available for at least 15 years after the first production. And that for us, of course, is very interesting. The second one is a cost reduction in order to be competitive for the aftermarket. That means the car manufacturer was pushed by the governments to basically create a circular car, which meant that they had to change from producing new components to find a way to still be active on, to still be active and competitive within the aftermarket. They had to find remanufacturing solutions. But funny enough, the last one, environmental, in my opinion, and in what we have experienced, they are all shouting about it, but nevertheless, their main priority is basically how much it costs and how much money can we save. And for us as a circular business and as, of course, a circular economy, we would like to, and we try to educate businesses and car manufacturers that, yes, we understand that you're trying to make a cost reduction, but not everything can be as cheap, because if you want to have the same quality of work, sometimes the products cannot be as cheap, and we need to think more about the environment. Diana, the next slide, please. Like I said, new expectations arise when we opened ALEC. Very much a different company strategy was needed, and we needed to take so-called product leadership. What we found out is that the car manufacturers, their product quality and the expectations that they have caused us challenges. As you can imagine, for instance, if a car is produced, and I'll just take one component, let's say a engine control unit for one car, they will produce 500,000 to a million. After a period of time, these engine control units, they break down, and then they look for a remanufacturing solution. However, they want the same quality as a new product at preferably a cheaper rate. But as you can imagine, let's say out of this 500,000 to a million computers that fail, maybe 10,000 units will fail, or 20,000 a year maximum. So if we want to deliver the same quality product, how can we develop a same quality product, but when we can only have research on 10,000 or 20,000 pieces?
That was a very big challenge for us. The second challenge is for us was a low production cost in a very expensive labor country. Europe is very expensive when it comes to labor. However, we are asked to compete in price. And for I would say for the Dutch circular economy and for business that try to go abroad and into the circular economy, you need to be very careful on your prices and see if it actually is beneficial with the quantities that are available to even become circular as a business. And what we are trying to promote is that car manufacturer of any equipment give us the opportunity to, yes, it might be not always cost effective, but it will save the environment in the long run. Diana, could you go to the next slide? For us also, another challenge in this is the so-called quality, which I just mentioned. And funny enough, the VDA 6.3 is a so-called, I would say a certification, which originated from the VAG group, which is the Volkswagen group. And it basically tells you a lot about how your process is in manufacturing. So that means when you develop a product from A to Z, how is the process, how do you guarantee the quality of the product, and how do you use the functionality of the product. And what we have tried to do with ALEC is making a manufacturing certification, implement that in a remanufacturing business. And that comes with certain challenges. And as you can see, the picture that we've made it circular, when originally the VDA 6.3 was never meant to be circular. And we have tried to create this in our own business. And we are aiming, and hopefully by the end of this year, we should be IATF 16949 certificated. And that means we as a business will be the first business that is completely IATF certified within the remanufacturing industry. And as a business as a whole, you can get your process certified for IATF, but to have your business completely certified for IATF is a very big challenge. So for us, that is one of our goals for this year. The next slide, please. As a business, we work with two options when we offer our remanufacturing products. First is a so-called open calculation model, and the second one is a closed calculation model. And what we find when we went abroad and when we started working abroad, the preferences for the original car manufacturers is that they work with an open calculation model because it gives them a better understanding where the actual costs lie within the remanufacturing of the product, and where they can actually save money, or where they can actually cannot cut any corners and they have to pay for a certain amount for a certain product. Like you can see, the customer actually has the influence on a price reduction. And also what it gives us, it gives the actual manufacturer the opportunity to work alongside us and to create a process that they can guarantee that it meets their requirements. And the last one that we do, the second one, is the closed calculation model. What is very good for them is that they have a fixed price, so upfront they know what the costs are, but they can't influence the process and they can't influence the price as much. And what we then say is that if we do this, we will take the full responsibility of the product, which means we are liable for everything. And that's also a challenge, because when we are liable for everything, that means, for instance, if a computer or an ABS control unit fails on a car, we can be made responsible for any accident or anything else that occurs. The only thing is that when we do this, we provide a stricter planning, which makes it easier for us, because if we have to collaborate on an open calculation model, the actual process takes a lot longer, and you're looking at to develop a product between 18 to 24 months. And when you go abroad as a circular business in from the Netherlands, you need to be aware that these things take a lot of time. And then the last one. Here you see a little bit of a flow chart of how we would build a product to the customer expectation. This is also based on IATF, and you can see that every single step that we do, we have an approval process. And the approval process within the car industry is highly important, because as you can all see that what we are trying to prevent is that what you see with the big manufacturers, sometimes they have so-called recall procedures where they have to get all the products back. Like for big manufacturers, this is not as much as a problem, but manufacturers or remanufacturers like ours, you can only imagine if we have to recall, let's say 5,000 of our products, the actual expenditure that we have to do is way too much. So this is one of the risks when you're in the remanufacturing industry and if you collaborate with the OE. The next slide, please, Diana. Also, the existing testing, what we found out is that
a lot of the products that we do, there was no testing facilities. At the AC-Tronics group, we have been we started in 2004 with a so-called vision test bench. And this vision test bench is capable of running on the latest scan communication within a car. And that is without anywhere in the car. So that means any brand that is available on the market, we are capable of reading and writing all the software and all the communication within the car. And that's very unique for a business. And it's especially very unique for a remanufacturing business. Then the last slide. Also, what we have done now is that together with customers and together with the reman industry, we develop end-of-line testers that make sure that we can still test the product on its full functionality. And what it does, it takes a lot of steps away of testing each and every individual component, because our end-of-line cycle testings that we do test the product at its, as a whole, which creates quite a big cost reduction, and therefore it makes it more feasible to launch our products within the market. Like I said to you before, we would like to share this information to all of you, so please feel free to ask any questions or to contact us. And again, I would like to thank Freek for the opportunity to speak to all of you, and if there's anything you would like to know, please contact us. Thank you very much, Freek. Thanks, Thijs. Well, I definitely learned from you that this is a lot more than just a nice technology. It's also about quality control, about standards, ICT, open price calculations in a very, let's say, tough labor market, because pricing is very high. Yes. Considering the time, I have one question for you. Yes. What's needed from governments in Germany or in the Netherlands or at a larger scale in Europe to, let's say, make that companies like yours are continuing to keep investing in these kinds of businesses? Well, can you share very shortly some of your experiences and recommendations? Yeah, the biggest recommendation would be is that exactly what you said, the funding. A lot of time goes into research and development of products, and we call it reverse engineering. And I think a lot of governments can do a lot more to make this funding available, because there is funding available. It's actually on the European agenda, remanufacturing, for instance. And I think it should be far more easily accessible to find the route, to find the funds to do research and actually to get some money back, and especially on research and development. We are very keen on working towards governments and helping them, especially with the circular cars. As you can imagine, circular car market is shrinking. The car market is shrinking. So that means that in the future, there will be less cars on the roads. So basically that means our market share will be smaller. So we have to work and collaborate together with governments to see where we can invest and what would be a good investment to make. And I'm thinking about autonomous driving, even the road, the infrastructure, what is the future of the infrastructure, and give us a heads up on in which direction we should be heading as well. And I think that's probably my main advice to the governments, to help and support and basically show us the future. Well, it's a nice introduction to the, let's say, the second part of our webinar, which is especially on Europe, facilities which are available, which will become available. So thank you for making that bridge. Lots of thanks. Yep. Keep with us, join the Germany session, and we will continue with the program, and we'll continue in Dutch. Wat we hebben gezien is dat verhalen van ondernemers geven ons altijd energie, want uiteindelijk zijn het ondernemers die voor de opschaling moeten zorgen voor een circular economy. En we gaan meer verhalen met jullie delen. Verhalen van sneeuw, verhalen van Join the Pipe en verhalen van de e-waste race. En e-waste race is de winnaar van de Circular Awards afgelopen maandag. Dus bravo aan jullie. Meteen een mooi moment om ook te zeggen dat onze Guido Braam, onze Raad van Toezicht, ook een Circular Hero Award heeft gekregen. Dus we zijn heel trots op e-waste race en we zijn heel trots op onze Guido Braam. Het is voor ons tijd voor een intermezzo. En dat intermezzo doen wij met Navid Tavakoli. Hij is program manager. En niet zomaar program manager, hij is program manager van het kennis- en innovatieagenda Circular Economy. En hij is een special envoy van Holland Circular Hotspot. Nou, ik mocht hem introduceren ook als een quizmaster. Maar ik geef graag even de ruimte voor een power pitch voor Navid. Navid, the floor is yours. Ja, dankjewel Freek. Diana, heb jij van Sandra de slides doorgestuurd gekregen? Die staat op mute. Ik had 3 korte slides ter illustratie.
Ik had hem net, ik wilde hem even delen, maar er ging iets, ik had hem gedeeld, maar ik doe het even opnieuw. Kijk, daar is hij. Perfect, daar is hij. Ja, ja. Dankjewel voor deze korte tijd, Freek. Mijn naam is Navita Vakolli. En sinds vorig jaar ben ik begonnen binnen de kennis- en innovatieagenda Circulaire Economie. Een initiatief van INW in navolging van het topsectorbeleid om missiegedreven innovatie te bewerkstelligen. Nou, het kennis- en innovatieagenda is er dus op gericht om kennis en innovatie te genereren en te distribueren en te implementeren. En met name nu in Nederland, waarbij wij wel degelijk kijken naar de andere funds die rondom R&D en kennis en innovatie bezig zijn. En dit jaar zullen wij programmeren met een aantal tenders voor 2,5 miljoen om nieuwe oplossingen voor de circulaire transitie te bewerkstelligen. Binnen de kennis- en innovatieagenda zijn er 3 verschillende programma's. Zelf ben ik verantwoordelijk voor het programma 1, ontwerpen voor circulariteit, dat uit 6 thema's bestaat. Bij ontwerpen en ontwerptools moet je denken aan generieke methoden voor ontwerp, LCA, MCA, maar ook aan materialenpaspoorten te standaardiseren, zodat er een uniforme manier ontstaat om circulair te kunnen gaan ontwerpen. Het thema Safe by Design heeft te maken met de zeer zorgwekkende stoffen en de toxiciteit die in producten zou kunnen zitten, maar ook de functionaliteit. Dus bijvoorbeeld als je een materiaal coat met een brandvertrager, dan kunnen daar broomhoudende materialen in zitten die toxisch zijn en slecht voor de natuur en de gebouwde omgeving. Kijk ook bijvoorbeeld naar het elimineren van microplastics en de impact van de microplastics op onze wereld. Dus vraagstukken daarom, trend, kunnen in dit thema worden opgepakt. Ontwerp voor ontmanteling, nou dan kom ik al een beetje richting wat Thijs net zei. Dat kijkt een beetje naar onder andere de kwaliteit van recyclaat als je op recycling zit. Maar ook wat is de impact van het combineren van meerlaags monomateriaal. Nou, een goed voorbeeld is DSM Niaga hierbij, die middels de Niaga Adhesive nu een circulair matras heeft kunnen ontwerpen, dat helemaal uit elkaar kan vallen weer uit componenten en de monomaterialen weer volledig opnieuw ingezet kunnen worden. Als we kijken bij modulariteit en refurbishment, dan gaat het er onder andere om standaarden voor modulariteit te doen. En ik vond het heel interessant wat je net vertelde, Thijs, in de standaarden die jij in je remanufacturing business implementeert. We kijken hierbij ook naar vraagstukken rondom de voorspelbaarheid en de volume en de kwaliteit van de stukken die terugkomen. Dat zijn issues die hier spelen. En hieromtrent zullen verschillende onderzoeken gestart kunnen worden. Verlenging van levensduur en slim onderhoud zit veel meer op de voorspelbaarheid van de assets terwijl ze in gebruik zijn. Dus dan hebben we het over risk-based maintenance, real-time monitoring en sensoring. En door middel van slimme sensoring kijken hoe je levensduurverlenging van assets in kan bewerkstelligen en zorgen dat je product zo lang mogelijk meegaat. En het overkoepelende thema ketenlogistiek kijkt eigenlijk naar het slim combineren van een aan- en afvoerstromen. Het kijkt naar voor- of nascheiding, wat is daar optimaal, en centraal of decentraal inrichten van grondstoffenhubs. Nou, ik ben hier niet alleen. Mijn collega Esther Zondervan is er ook. En dat vind ik wel leuk dat ze vandaag ook deelneemt. Misschien kan jij, Esther, eventjes zelf je programma toelichten. Dan heeft iedereen daar ook een gezicht bij. Dankjewel, Navid. Mijn naam is Esther Zondervan. Ik ben programmamanager van de circulaire grondstofketens en productieprocessen. Dit is MIP 2 van de KIA CE, dus Kennis en Innovatieagenda. En dit programma bestaat uit een 5-tal onderdelen. En linksboven ziet u het programma 2a, optimalisatie van biologische productieprocessen. En wat daarin zit is het sluiten van biologische ketens. Dus denk bijvoorbeeld aan kringlooplandbouw. En hoe kunnen we de elementaire elementen zo goed mogelijk in de kringloop houden. Programma 2b, rechtsboven, gaat over behoud van waardevolle nutriënten. En daarbij kunt u denken aan stikstof, fosfor en kalium. Elementen scheiden van afvalwater. Dus daar zitten vooral scheidings- en opwerkingstechnologieën in. Maar ook andere stoffen, bijvoorbeeld medicijnresten, die ook heel waardevol zijn. Hoe kunnen we deze weer terugwinnen?
Programma 2C, linksonder, gaat over het optimalisatie en van hergebruik en recyclage. En dat is als het ware een samenwerking met programma 2D, de recyclingstechnologie. En wat in deze programma's zit, is het inrichten van de ketens en dat over de hele R-ladders heen. Dus hoe kunnen we die ketens zo goed mogelijk en zo duurzaam mogelijk gaan hergebruiken. En daarbij is waardebehoud van de materialen, die staat voorop. En dan materialen waaraan u kunt denken zijn allerlei type materialen. Bijvoorbeeld metalen, ook met name schaarse metalen zijn van belang. Plastics, maar ook hoe kunnen we CO2, hoe kunnen we dat op een goede manier benutten. En dan de recyclingstechnologie. Er zitten verschillende soorten recyclingstechnologieën in, zoals mechanische en chemische recycling. Maar je moet ook denken van aan de processen die aan de voorkant zitten. Dus hoe gaan we het sorteren, hoe gaan we het scheiden, welke pretreatment is er voor nodig. Dus als het ware de hele keten, die is er voor nodig, die willen we op een goede manier gaan inrichten. En dan tenslotte, helemaal onderaan, is het vijfde onderdeel. En dat gaat over procesanalyse en procesmonitoring. En daarbij moet je denken van hoe kunnen we bijvoorbeeld zorgstoffen, hoe kunnen we dat goed monitoren, hoe kunnen we die goed detecteren, waar ontstaan deze in de keten? Of komen ze in? En ook van hoe kunnen we complexe afvalstromen goed detecteren? Dus dat zijn de vijf onderdelen van MMIP 2. En dan geef ik nu het woord graag weer terug aan Navid. Ja, want ik ben even stand-in voor Bart Volkers, onze collega die er nog niet is. En die kijkt naar vertrouwen, gedrag en acceptatie. Ook daar zijn vijf thema's die spelen. Het eerste thema kijkt naar stimulerende incentives om de circulaire economie verder aan te jagen. Dus het vergroten van het vertrouwen in een circulaire economie. Bij het tweede thema, nieuwe verdienmodellen, kan je natuurlijk aan nieuwe businessmodellen denken. Maar ook aan vraagstukken als wat kunnen we leren van psychologie, van marketing, van gedragseconomie. En hoe kunnen we die kennis die daar wordt ontwikkeld benutten voor de circulaire economie. Het derde programma, gedragsverandering van stakeholders, kijkt veel meer naar de methoden en technieken om gedragsverandering te versnellen. Zodat de adoptie en acceptatie voor een circulaire economie versneld kan worden. Standaarden en wet en regelgeving, dat spreekt eigenlijk voor zich. Kijk naar belemmerende wetgeving en stimulerende wetgeving. En uiteindelijk de systeemanalyse kijkt echt naar de systemische kwetsbaarheden, om die in beeld te brengen. En kijkt ook naar een stukje voorzieningszekerheid. Dat is een thema dat vaak weer aan bod komt. En hoe kunnen we dat stuk beet pakken en wat betekent dat voor Nederland en voor Europa. Dit was eigenlijk onze korte pitch. Meer informatie vind je op onze site van KIA-CE. En als je met ons wilt samenwerken binnen een van deze programma's, dan zijn onze e-mailadressen hier ook beschikbaar en kan je rechtstreeks contact met ons opnemen. Dank voor de mogelijkheid. Dank je, Navid en Esther. We zullen zorgen dat jullie gegevens gedeeld worden. Fijn dat we deze hele gedetailleerde informatie mee hebben kunnen nemen. Voor ons is het dan tijd om naar het tweede bouwblok over te gaan van grenzeloos circulair. En ja, laat ik maar zeggen, het is hot nieuws bij Holland Circular Hotspot, want jullie krijgen echt de allerlaatste informatie over Europese programma's. En dat is interessant, want er zijn hele grote programma's gaande. Circular Economy staat behoorlijk centraal in de plannen voor de toekomst, zoals Ladea en Tjerk ook aangaven. En er zijn ook flinke stimuleringsprogramma's. Ik weet niet of jullie het nieuws hebben gevolgd. Europa heeft het over Next Generation EU, 750 miljard, waarvan 500 miljard aan schenkingen en 250 miljard aan leningen. En die zullen via de Europese programma's verder ook uitbesteed worden. Nou, een voorbeeldje van een van de programma's, Horizon Europe, daar heb je het over een bedrag van 94,4 miljard euro. Nou, dat zijn echte bedragen. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat nu verder gaat lopen. We zullen dadelijk een aantal introducties hebben over Horizon Europe en Life door John Heijnen. Dat gaat ook over het verhogen van het concurrentievermogen van Europa door wetenschap en innovatie te stimuleren. Life daarentegen heeft meer te maken met de klimaat- en milieudoelen van Europa om die te stimuleren. We gaan daarna met Jonneke door over de European Innovation Council. En
En dat is de Accelerator, dat is een MKB-instrument. Daarnaast is er ook een Eurostart-instrument, daar horen we zo alles over. En Interreg gaat over het stimuleren van een regionale samenwerking tussen gebieden in verschillende landen. Dat zal G. Huismans zeggen. Nou, daarna, na de drie plenaire toelichtingen, gaan we ons opsplitsen in een breakout room waarvoor jullie zelf je keuze kunnen maken. Ik ga naar de sessies die zullen komen ook geen vragen stellen, want dat kunnen jullie namelijk doen, individueel in de sessie naar jullie je keuze. Dus ik wil graag snel doorgaan en ik wil als eerste het woord geven aan John Heijnen. John, ga je gang. Ja, dankjewel Freek. Ik zal even kijken of ik de presentatie kan delen. Dan zou deze even weg moeten, geloof ik. Ik deel hem voor jou. Is die te zien? Nee, ik zie hem niet. Oké, ga ik dat even opnieuw doen? Wacht even hoor. Ja, is die te zien nu? Ja. Oké, zeg maar wanneer ik door moet klikken. Ik ben John Heijnen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit gaat over Horizon Europe en Life. Klik maar even door. Dat zijn grote Europese programma's. Horizon Europe is een Europees programma getrokken door DG Research. Dat gaat van fundamentele research tot demonstratie- en pilotprojecten. LIFE is een programma getrokken door DG Climate en DG Environment. En richt zich vooral op klimaat- en milieudoelstellingen van de Europese Commissie. En beide programma's hebben onderdelen die zich richten op de circulaire economie. En daar zal ik dan nu even op focussen. Horizon Europe, dit is de structuur van Horizon Europe. Is opgedeeld in een pilaar 1, Open Science. Dat is eigenlijk fundamenteel onderzoek, zeg maar. Pilaar 2, dat richt zich op de Global Sciences and Industrial Competitiveness, zoals dat dan heet. En daar zie je dat de calls die te maken hebben met circulaire economie, die zitten dan vooral in wat wij dan noemen cluster 4, 5 en 6. Je ziet daaronder een aantal clusters. Cluster 1 richt zich op gezondheid, 2 op cultuur en inclusive society, 3 op de burger society en 4, 5 en 6 op industrie, klimaat, energie en voedsel en agro. En daar zitten vooral calls in die voor de circulaire economie van relevant zijn. Pilaar 3 richt zich op Innovative Europe. Daarvan is ook een onderdeel de European Innovation Council, die zich vooral op MKB'ers richt. Dat is ook interessant voor de circulaire economie. En daar zal Jonneke Leijsten zo meteen iets meer over vertellen. Volgende slide graag. Dan hebben we daarnaast dus het LIFE-programma. Dat gaat ook in 2021 opnieuw van start, net als Horizon Europe. Horizon Europe, dat loopt dan ook van 2021 tot 2027, het nieuwe LIFE-programma ook. Horizon Europe, daar zit 95 miljard in. In het LIFE-programma zit 5,5 miljard. Iets minder, maar ook nog veel geld. Dat kent een aantal onderdelen. Natuur, biodiversiteit, circular economy and quality of life, climate mitigation, adaptation and clean energy transition. Nou ja, en de circulair, het programma dat meest interessant is voor circulaire economie projecten zit dan natuurlijk in dat circular economy and quality of life onderdeel. Even kijken. Dan kunnen we nog even verder naar de volgende. Dit geeft nog even een kort overzicht van de onderwerpen zoals die tot nu toe in LIFE zaten. Dat is eigenlijk het programma tot en met 2020. Want het programma voor LIFE voor 2021 en volgende, dat moet nog gepubliceerd worden. Dat gebeurt in april naar verwachting. Maar ik denk dat daar qua structuur niet zo heel veel in verandert. Behalve dus dat de focus wat meer verlegd wordt. En met name ook circulaire economie nog belangrijker wordt. Dan kunnen we naar de volgende slide. Deze slide die geeft even kort weer wat eigenlijk de belangrijkste verschillen zijn tussen het LIFE en het Horizon programma. En dat zit hem in eligibility, dus kun je wel of niet aanvragen. Waarbij Horizon een heel breed programma is dat zich zowel richt op EU-lidstaten, associated countries, maar ook nog third countries. Terwijl het LIFE voornamelijk gericht is op EU-member states. En de grote vraag in april is van mag de UK wel of niet meedoen?
Want tot nu toe deden ze altijd mee, zelfs tot en met 2020. Er is nu een deadline op 15 februari voor de laatste calls van 2020. Dan mogen ze nog een meedoen. Maar ik heb met de Brexit deal helemaal niks over het live programma kunnen vinden. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Het aantal partners. Horizon kent altijd een eis van minimaal 3 partners uit 3 verschillende landen die in een voorstel meedoen. In de praktijk zie je overigens dat die consortia veel groter zijn. Dat ze vaak 5 tot soms 20 of 35 partners bevatten. Live kent zo'n minimum eis niet. Dus je kan ook als MKB'er zelf een aanvraag indienen. Of als stichting of als NGO of maakt niet uit. Iedereen die geen natuurlijk persoon is, dus je moet wel een juridische entiteit zijn, die kan een aanvraag indienen. En je moet gevestigd zijn in een EU-lidstaat. Dat is dan natuurlijk ook een vereiste. De funding bij het LIFE-programma is iets lager als in Horizon. Bij LIFE is het 55% van de gemaakte kosten. Bij Horizon varieert dat tussen de 70 en 100%. Je ziet dat de LIFE-projecten ook iets lager, iets kleiner zijn vaak. 1 tot 3 miljoen ongeveer qua funding. Terwijl je bij Horizon zit, denk je aan 3 tot 7 miljoen aan funding per project. De manier waarop het wordt uitgezet is ook heel verschillend. Bij LIFE heb je elk jaar 1 call. Eigenlijk, waarbij een hele omschrijving is van beleidsprioriteiten die belangrijk zijn. En eigenlijk de projecten die de beleidsprioriteiten het beste ondersteunen, die krijgen de hoogste score en worden dan gefund. Terwijl je bij Horizon ziet dat je daar een heleboel verschillende, hele specifieke calls hebt. Waarin precies wordt omschreven wat de bedoeling is van het voorstel waar je aan moet voldoen. En wat verwacht wordt. En ja, dat zijn hele dikke boekwerken, want als je het totale Horizon-programma zou uit gaan printen en al die werkprogramma's, dan denk ik dat je minimaal 2000 pagina's hebt aan beschrijving van die calls. Dus dat verschilt nogal. De manier van aanvraag is ook anders. Het soort project. Nou, LIFE richt zich dan vooral op pilot- en demonstratieprojecten, dus echt dicht bij de markt. Je moet al op labschaal moet eigenlijk al bewezen zijn wat je wil. En Horizon is heel divers van research tot demonstratie, maar is dus onderverdeeld in die verschillende calls. De focus bij LIFE zit dus duidelijk op environment en climate, terwijl dat bij Horizon heel verschillend kan zijn. Nou, de budgetten zijn dan ook iets anders. De volgende slide. Voor al deze Europese programma's geldt in feite, als je subsidie wil aanvragen, stel je zelfs niet de vraag van hoe kan de EU mijn project financieren, maar stel de vraag van hoe kan ik de EU helpen om zijn problemen op te lossen. En dat zou het uitgangspunt van een call moeten zijn. En voor de rest ga ik hier dieper op in de breakout sessie die hierna volgt. Dankjewel John, een mooie quote om mee te sluiten. We gaan snel over naar Jonneke over het EIC Accelerator en Eurostars. Lonneke. Ja, kunnen jullie mij goed horen? Prima. Super. Dan je kunt nu je presentatie wisselen, Diane. Ja, precies. Deze presentatie moet weg. Je moet die van Jonneke hebben. Nee. Juist. Ja, precies. Dankjewel. Mijn collega John Heijnen heeft net al meer verteld over Horizon Europe. En ik ga nu iets meer vertellen over één specifiek programma binnen Horizon Europe. Namelijk het EIC Accelerator programma. En dat is een speciaal programma voor het innovatieve high-tech MKB, dus middenklein bedrijf. Volgende slide. Ja, dus net zagen we in andere kleurtjes dezelfde structuur, ook in de presentatie van John, dus pillar 1, 2 en 3. En de European Innovation Council, die zit in pilaar 3. En dit blok wat ik voor heb gezet, geeft een beetje aan wat het doel is van die EIC, de European Innovation Council. En zij willen eigenlijk een one-stop shop zijn voor innovatieve technologieën. En daarmee bedoelen ze dat ze dus willen helpen bij fundamenteel research tot helemaal het opschalen en tot de markt krijgen van deze innovatieve technologieën. Volgens En in die EIC, de European Innovation Council, zitten 3 programma's, waarvan het Accelerator programma de laatste is van de 3. En die is dus vooral gericht op het opschalen en naar de markt brengen van innovaties. Dus niet meer zozeer gericht op fundamenteel research of
het werken aan prototypes, maar echt over de laatste stappen zetten om internationaal op te kunnen schalen. Het is tevens ook het grootste programma van de European Innovation Council, dus hier zit ook het meeste geld in om ondernemers, vooral deep tech innovation ondernemers te helpen met het naar de markt brengen van hun innovatie. En het bestaat uit 2,5 miljoen subsidie voor een ondernemer, voor een project om een innovatie op te schalen. En optioneel, dat kan je vragen, ook nog equity vanuit dus de Europese Commissie om tot een maximum van 15 miljoen om internationaal op te kunnen schalen. Het is een open programma, dus dat bedoelen ze eigenlijk mee dat alle innovaties vanuit allerlei sectoren kunnen hiervoor indienen. En dus een aanvraag doen voor geld. En dat betekent dus ook dat de duurzame en circulaire ondernemers hier een aanvraag voor kunnen indienen. Ze richten zich dus echt op high-tech en deep-tech. Volgende slide. Dat is eentje te ver. Ja, dankjewel. De EIC Accelerator is op zoek naar bedrijven die heel hoog risico hebben, omdat het zo technisch nieuw is. Die klaar zijn om op te schalen. En dat betekent dat je wel minimaal al een prototype af moet hebben. Dat noemen ze hier Technological Readiness Level nummer 6. Dus 5, 6 moet je wel zeker zijn. En 9 is TRL Level 9, betekent dat je naar de markt kan. Ja, voor die eerste ontwikkelingsstappen om verder op te schalen, kan je dus subsidie krijgen tot 2,5 miljoen. En echt voor die laatste commercialisatiestappen kan je zelfs een equity aanvragen. Het gaat dus inderdaad bij EIC Accelerator dus wel echt om die laatste stappen. Dus je prototype moet al klaar zijn en je wil vooral inderdaad nog wat demonstraties doen of het verder doorontwikkelen dat het goedkoper wordt van de markt of dat het voldoet aan de laatste kwaliteitseisen, dat soort zaken. En dan kan je internationaal opschalen. Daarvoor zijn dit soort projecten bedoeld. Dankjewel, Jon. Een beetje op de tijd letten. Ja. Het aanvraagproces, is wel ingewikkeld. Het zit in 3 stappen. Eerst moet je een kort proposal indienen. Daar krijg je een go of een no-go op van een expert. Als je daar een go op krijgt, mag je een volledig voorstel indienen. En als je daar een go op krijgt, mag je nog een interview doen voor een jury. En die beslist uiteindelijk wie er geld krijgt of niet. Door naar de volgende slide. Vroeger deden ze dat met scores. Dus moest je een voorstel indienen en kon je een maximum van 15 punten op je voorstel krijgen. En eigenlijk werden alleen de voorstellen die 14 punten of hoger scoorden, die werden uitgenodigd om te mogen pitchen voor de jury en kregen dus uiteindelijk geld. Dus dat waren echt de excellente voorstellen en dit hebben ze nu voor komende jaren veranderd in een go-no-go systeem. Maar het betekent wel dat je echt een supergoed voorstel moet indienen, wat hartstikke excellent is, super innovatief. Sterk bedrijf moet er eigenlijk al zijn en dan kan je dus een go krijgen en je project starten. Volgende slide. Waarom vertel ik nou specifiek iets over de EIC Accelerator, terwijl het een open programma is voor allerlei innovaties? Dat komt omdat de Green Deal, waar net al iets over genoemd werd, die door Europa is opgezet, dat die ook specifiek hierin terugkomt in een specifieke challenge. Dus er is een Green Deal Challenge in de EIC Accelerator, waardoor dus een apart potje met geld is voor de Green Deal. En die richt zich voornamelijk op deze 4 onderwerpen. Dus batterijen, technologie, waterstoftechnologie, ook op circulair bouwen van gebouwen in Europa. En ook op het verminderen van CO2-uitstoot in de industrie. Daar is extra geld voor in dit jaar al binnen de EIC Accelerator. Volgende slide. Eentje te ver. Hier zie je een aantal logo's van bedrijven die in de afgelopen 7 jaar succesvol zijn geweest. Het zijn vooral duurzame bedrijven. Een aantal van echt op het circulaire economie domein. En dan ga ik tijdens een breakout sessie ook nog wat dieper op in, zodat je weet wat voor type bedrijven succesvol zijn geweest en geld hebben gehad. En dan kan je dus kijken van, hey, ben ik ook zo'n type bedrijf? Volgende slide. Volgende slide. Er is ontzettend veel geld. We gaan heel hard ineens.
Kan nu eentje terug? Ja, dankjewel. Nou, hier is in ieder geval de contactgegevens van mijzelf en collega's die op EC Accelerator advies geven bij RVO. We hebben verschillende achtergronden qua kennis, dus ja, die kan je het beste benaderen als je denkt van hey, ben ik een match met dit programma of niet? En wij kunnen daarbij helpen en wij helpen bij alle stappen. Van je korte proposal tot en met je pitch proberen wij tips en advies te geven om succesvol te zijn binnen dit programma. Ja, door. Dankjewel. Zal ik nog iets vertellen over Eurostars? Eurostars is een apart MKB-subsidieprogramma. Wat de samenwerking is tussen het RECA-netwerk en de Europese Unie. Volgende slide. Ja, Eurostars is dus eigenlijk een subsidieprogramma wat echt gericht is op MKB'ers die research doen en innovaties ontwikkelen. Het is gericht om je innovatie dichter naar de markt toe te krijgen. En het is ook weer een open programma. Dus dat betekent dat alle innovaties welkom zijn. En uit alle sectoren mag je daarvoor indienen. Dus ook circulaire en duurzame innovaties zijn hartstikke welkom. En het gaat er ook om dat je gaat samenwerken. Daar is dit programma ook op gericht. Volgende slide. Nou, het is vooral belangrijk als je mee wilt doen aan een Eurostars project dat een MKB'er de coördinator is van het project. En daarbij kan je samenwerken met allerlei partijen. En vaak doen universiteiten of kennisinstellingen doen ook mee in dit soort projecten. Volgende slide. Nou ja, waar moet je aan voldoen als je aan een Eurostars project wilt deelnemen? Nou ja, zoals ik al zei, een MKB'er moet de leiding hebben over het project. En je moet met minimaal 2 partijen uit 2 verschillende Eurostars-landen samenwerken. En een projectduur is maximaal 3 jaar. En aan het einde van het project moet je binnen 2 jaar je product ook daadwerkelijk op de markt kunnen hebben. Dus dat betekent dat je in een Eurostars-project eigenlijk vooral prototypeontwikkeling doet. Testen, validatie, demonstraties, dat soort zaken. En aan het einde van het project hoef je dus nog niet klaar te zijn om daadwerkelijk de markt op te gaan. Maar wel binnen 2 jaar na je project. Volgende slide. Nou, een typisch Eurostars-project ziet er ongeveer zo uit. Dus niet hartstikke veel deelnemers, tussen 2 en 3. Meestal een samenwerking tussen 2 en 3 landen. En een gemiddeld project is de projectkosten daarvan zijn rond de 1,4 miljoen. Volgende slide. Nou, vergeleken met het EC Accelerator-programma is het indieningsproces een stukje makkelijker. In plaats van 3 stappen heb je hier alleen eigenlijk 1 projectvoorstel wat je zelf voorbereidt en dan indient. Het is vaak wel handig om van tevoren inderdaad contact op te nemen met je national contact point, de RVO. Zal ik aan het einde van deze presentatie laten zien wie dat allemaal zijn. Die geven je nog wat advies en tips. En daarnaast kan je op de Eurostars website een login aanmaken en je voorstel indienen. Volgende slide. Nou, wanneer je het ingediend, dan gaan er 3 experts gaan je aanvraag beoordelen op 3 criteria die je hier ziet staan. Implementatie, excellence en impact. En daarna die scores worden doorgegeven aan een panel. En dat panel die maakt een ranking op basis van de scores. En de ranking bepaalt wie er geld krijgt. Want ze gaan dan van boven naar beneden kijken wat de beste projecten zijn totdat het budget is uitgeput. Volgende slide. Nou ja, wanneer is aan de tijd. We moeten ook verder nog met het volgende programma over Interreg. Ja, nog 10 seconden alsjeblieft. Nou, wanneer ben je, is een Eurostars project iets voor jou? Vooral als je kennis hebt wat je graag wilt delen met anderen of inderdaad samenwerking nodig hebt om die innovatie verder te kunnen doorontwikkelen. En de volgende slide geeft aan welke adviseurs we hebben bij RVO op Eurostars. Dus die kan je contacten als je denkt dat Eurostars iets voor jou is. En dat was mijn hele presentatie. Dankjewel Jonneke. Ik heb natuurlijk vreed jouw presentatie verstoord door je onder druk te zetten, maar de presentatie wordt gedeeld. Dankjewel voor de flexibiliteit. We gaan snel verder met G. Huismans over Interreg. G., mag ik jou het woord geven? Zeker. Ben ik hoorbaar? Jazeker. Ook gelukkig. Ik ben vervangen van Esther. Ik heb ook mijn camera aan, maar dat gaat niet. Volgende slide alsjeblieft. Esther Veenendaal zou eigenlijk deze presentatie geven. Maar die hoorde gisteren dat ze vandaag even naar het ziekenhuis moest. Dus vandaar. Ik ben haar directe collega binnen Interreg Noordwest-Europa.
Intrecht misschien bekend als familie met drie stammen. We hebben de A-programma's, de grensoverschrijdende programma's. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ik ga het vandaag hebben over het totaal pan-Europese programma Intrecht Europe. En twee programma's die zich richten op grote regio's, Noordwest-Europa en het Noordzee-programma. Volgende slide. Nou, jullie hebben al heel veel gehoord over Horizon en Life. Als je ook gehoord de TRL-levels. Intrecht zit ergens in het midden. Wij beginnen ongeveer bij 4-5. Dat is echt wel het diepste wat wij, waar we beginnen. En de uitrol naar 7-8. Wat we ook vooral doen is, je ziet het, testen en demonstreren. Pilots, living labs, dat soort zaken. In het nieuwe programma, om dat tipje van de sluier om alvast op te tillen, schuiven we iets meer naar rechts. Dus minder onderzoek en meer testen en uitrollen van bestaande technologieën. In ieder geval voor de ondernemers die zich daarmee bezighouden, goed om te weten dat we veel meer gaan uitrollen en bestaande technologieën gaan toepassen. Voor een slide inderdaad. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, maar je ziet dat de drie Intrecht-programma's zich in brede zin op heel veel aspecten, maatschappelijke aspecten, richten. Maar elk programma richt zich zeker op het efficiënt gebruik van materiaal en grondstoffen. Lees in kort gezegd circulaire economie. En dat zal ook zeker zo blijven in het nieuwe programma. Ga maar door alsjeblieft. De kenmerken van een typisch NW1 NSR-programma, project. En dan hou ik Intrecht Europe even apart, want Intrecht Europe gaat eigenlijk over het uitwisselen van kennis, vooral door publieke organisaties. En dat is voor de doelgroep waar natuurlijk veel MKB'ers nu aan het luisteren zijn, is het iets minder van interesse. Bij het huidige programma bij NWE hadden we 372 miljoen, waarvan ongeveer een derde was voor circulaire economie. Bij NSR was het toch een flink stuk minder qua budget. En ook daar moesten ze het met vier prioriteiten delen. Dus daar was het ongeveer een kwart. Maar nog steeds een flink bedrag om interessante projecten te doen. We zitten een beetje tussen Life en het Horizon budget in, zoals je ziet. Gemiddeld, maar er zijn natuurlijk ook uitschieters mogelijk, tussen de 2,5 en 5 miljoen euro per project. Een typisch project duurt ongeveer 4 jaar, waarbij het maximale cofinancieringspercentage 60% is. Je dient specifiek op een van de prioriteiten in die je net zag. Dus of op innovatie, of op circulaire economie, of op CO2-reductie. Je kunt niet op een mix indienen. Dus je projecten moeten best wel gefocust zijn. Ook hier minimaal 3 partners uit 3 verschillende landen. Private partijen gewenst staat hier, niet verplicht. Dat is absoluut zo. Maar waar de consortia naar streven is de triple, soms ook wel quadruple helix. Dus kennis, overheid en marktpartijen. En private partijen, dat was nu bij NWE in ieder geval iets van 40% van alle projecten waar private partijen bij zaten. De lead partner is altijd een partij zonder winstoogmerk. Dat kan best een SME of een MKB-bedrijf zijn, maar die mogen dan in dat project geen winst maken. Wat ook kan, en dat zal ik zo dadelijk in de breakout vertellen, is dat als je als MKB-bedrijf een idee hebt, kun je ook een tracker van je project zoeken, terwijl je zelf een hele grote rol blijft spelen in het project. De programma's zijn heel best economisch georiënteerd. Uiteindelijk moet je tastbare resultaten, in dit geval gerecyclede of geupcyclede kilogrammen of tonnen, zeg textiel, dat is natuurlijk afhankelijk van het soort project, maar dat is een typisch CE, result-oriented dingetje. Deze zei ik al in de nieuwe programmaperiode vanaf 2021, CE, een belangrijk onderwerp, maar de budgetten en de echte details, wat er precies gaat ondervallen, daar zijn de landen op dit moment mee bezig.
Ik geloof dat het dit is. Straks, dit zijn al de voorbeelden die jullie zo dadelijk in de breakout gaan zien. Dankjewel, G. Zeer gewaardeerd. Nou, wat wij nu willen doen is dat we toch nog even de mogelijkheid willen geven om door te praten over de diverse programma's. En dat gaan we in breakout rooms doen. Sessie 1 is Horizon and Life door John. Sessie 2 is de EIC Accelerator and Eurostars door Lonneke. En sessie 3 is Interreg. En jullie krijgen zometeen op jullie scherm de mogelijkheid om te kiezen voor een aantal locaties. We zullen de tijd moeten beperken tot 10 minuten. En daarna komen jullie terug in de gezamenlijke ruimte. En dan kunnen we doorgaan naar de tweede breakout room over 3 geselecteerde landen. 10 minuutjes, dan zien we jullie weer terug centraal. Veel plezier. Welkom terug bij de sessie. RVO heeft zoveel te vertellen over alle supportprogramma's. Dat kan bijna onmogelijk in de tijd die ons gegeven was. Maar het goede nieuws is dat jullie nu meer weten wat er in het programma zit. Dat jullie ook weten wie het gezicht is van het programma. Dus zie dit als een teaser om meer te weten over de programma's. Jullie weten bij wie je moet zijn. En daarmee kunnen we weer verder. Well, as 2 of the next 3 sessions will be in English, I will continue in English. As you know, we are the Netherlands and roughly 30% of our GDP is related to export. Now, a world post-COVID-19 will mean probably more resilience, and that might mean shorter supply chains closer to home. A world post-COVID-19 will also have to be more sustainable. Now, we're very curious to know what this means for the opportunities for circular economy in Belgium, France, and Germany. Now, as Holland Circular Hotspot, we executed some market studies. We call it our Circular Economy Booster Program. And we identified some opportunities in these countries. For Belgium, amongst others, circular construction and infrastructure, sustainable design for packaging, circular offshore wind, and sustainable chemistry in the bioeconomy. For Germany, plastics and chemical recycling, textiles, automotive sector, circular wind farms. And for France, again, textiles and fashion, plastics, agriculture, and building and construction. Now, you now have the opportunity in 3 sessions to know more about the opportunities for circular economy. And you will have a unique opportunity, a unique combination of our embassy, who bring in a wealth of circular economy knowledge and local knowledge. You will have the local and extremely knowledgeable and also resourceful circular economy hubs. And last but not least, you will get the input of a Dutch entrepreneur. So we have 3 countries. Country 1 is Belgium, with Méline, Brigitte, and Martijn. We have France. Next one. No, first we have Germany with Gijs Konings, Svenja Grauwel, Timmy de Vos. And last but not least, we have France with Leontien Schijf, Marleen Weber, and David Waterdrinker. So again, you will get the option to choose your breakout session. Go to the little squares on your screen, which will pop up any moment now. Yes, there they are. Choose your breakout room and have fun. Now we're getting really serious and do a deep dive in the countries. See you soon. Hello, everybody. Welcome back. And of course, this was way too short. This was a teaser. We only could share information. We did not have the time to discuss. And I think we all really miss the old times when we were sitting in a room, we could chat longer and socialize and go deeper into all the topics, because we love to discuss more. So see this as a teaser for future events in Germany, in France, in Belgium, where you can talk each other, see each other in the eye and deepen the relations. I want to give the floor to the representatives of the Dutch embassy for quick feedback, and it's free space. We run a little bit out of time. So I want to know from them, something which caught their interest or an appeal to the entrepreneurs or a next step which they would love to see. And I will start with the ladies first. So Leontien, I'll start with you. Thanks, Frerik. Thank you. And what really inspired me in our breakout session, it's a pity if you weren't there, because we had a very funny anecdote from Join the Pipe, who really illustrated that if you want to do business in France, you need to be creative and you need to be there. And they found their biggest distributor, their biggest client, while making a picture of their dinner while they were having dinner in Lyon
eating bœuf bourguignon, drinking red wine. So I think that is a great advice for everyone. Hopefully after this pandemic, come to France, have a nice meal with us. And that is really the way how you do circular business abroad, by shaking hands or touching elbows with your circular networks. So I hope we can continue with that in the near future. You're on mute, Frick. Yeah. Thank you, Leontine. I think this is definitely an advice that people want to follow up. So thank you for that. Let's go to Meline, to Belgium. Thank you, Freek. And as you said, we only managed to scratch the surface, still, I think it was very useful to be able to share some information with the entrepreneurs about Belgium. What I took from the session, from the presentation of Brigitte Moulinieu, who is responsible for the transition to circular economy in Belgium, is that you really see that Flanders, just like the Netherlands, focuses on similar areas as we do. For example, the circular construction, the packaging industry, bio-based economy. There are a lot of parallels with what's going on in the Netherlands. And I really think that for circular entrepreneurs from the Netherlands who have interesting concepts, innovative concepts that work well in the Netherlands, I'm really convinced that it will also work in Belgium, as we also saw from the CEO of SNEW, who have been doing very successful business in the Netherlands, in Belgium, I mean. Thank you, Melin. Last but not least, Gijs from Berlin. Can we have some impression from your session and your takeaway from this session? Yes, definitely. I think it's very comparable to what Leontine told us about France, and that is maybe an open door and a cliche in Germany, but the thoroughness and the preciseness of Germans is really what types Dutch-German cooperation in the field of circular economy. Timmy told us his story about the success of the e-waste race here in Germany and the first steps here. And I think it really shows how Dutch innovations combined with German thoroughness is a really good combination to come to next steps in the transition. Because sometimes people still think that circular economy is something that they don't know about here in Germany, or something that they still call resource efficiency, for example. But over the last years, much have changed. So much, many policymakers, many research institutes, and even companies are really focused on the transition to a circular economy. So I think we're definitely on a good momentum here to make that change, definitely, yeah. That's great to hear, Gijs. That offers lots of opportunities for everybody in this webinar. Thank you all for your collaboration. In your sessions, I want to say thank you to Svenja, thank you, Brigitte, thank you, Marlène. It was a pleasure having you with us. And of course, also our entrepreneurs, SNEW, E-Waste Race, Join the Pipe. Thank you for having us. Ik ga door in het Nederlands, want de tijd is bijna op. Ik kijk uit naar een heel informatief webinar, dat natuurlijk veel te kort was, vooral ook voor de echte discussies. Dus blijf bij ons, we moeten hier individueel follow-up aan geven. Zie het als een teaser. We waren in deze tijd van de Week van de Circular Economy met meer dan 150 registraties en meer dan 100 deelnemers. Dus daar ben ik erg blij voor. Ik hoop dat als jullie het informatief vonden, laat het ook weten via de webinar-enquête. Die krijgen jullie toegestuurd, samen met alle documenten. Heeft u nog vragen, stel ze gewoon aan ons. Dit was gewoon the first day of the rest of our life and we make it circular. Dus wij hopen u in ieder geval op de hoogte houden ook van wat we in de toekomst gaan doen. Wat was Holland Circular Hotspot gaan doen? We kunnen verwachten dat we rondom het World Circular Economy Forum in april in Nederland wat events zullen organiseren. En ik vermoed zomaar dat textiel en plastics daar heel centraal zullen zijn. Dus hou dat in de gaten. Zien jullie links met jullie landen? Laat dat ook weten. We zullen ons ook heel actief opstellen op het EU Circular Economy Stakeholder Platform. Waar wij niet alleen de netwerken samen met LADEA aanjagen, maar ook het thema constructie en infrastructuur. En ik weet in ieder geval dat ik mijn vrienden van OVAM en Vlaanderen Circulair erbij ga betrekken. Er komen binnenkort nieuwe brochures van ons over circular manufacturing en circular plastics. Blijf ons volgen, dan proberen we jullie steeds scherper te zetten en succesvoller te maken met circular economy. Voor nu, dank voor jullie aandacht. Keep in touch.
we zien jullie snel terug. Tot kijk.